zijn weer terug. En wat was dat? Creepers. Nou, oh, creepers. Haat ze. Ik heb nog hout ervoor. Nog meer dan genoeg hout. Sorry dat... Nou, niet geen kabbelstomp laten. Sorry daarvoor. Een van onze vrienden was gejoined, terwijl ik dat eigenlijk niet mocht. Dus we hebben even whitelist aangezet. Dus dat gaan we geen last meer van hebben. Voorlopig. Klopt. Voorlopig inderdaad. Voorlopig. Even een beetje spullen droppen. Ik last van heb. Oké, waar was ik mee bezig? Ik weet niet meer waar we laatst mee bezig waren. Hout. Hout. Plaatsen. Nu. Hout? Oh ja. Boven even repareren. Hoe maak je een dropper eigenlijk nu? Want ik wil die eens echt weten. Want ik had toch een kist in de midden en iron eromheen, of niet? Een V eromheen. Geen iron eromheen. Een V. Kan je me even de spullen erover geven? Heb je die nog? Ik wil het eens proberen. Ik heb het net gemaakt. Nou, dan maak ik wel even een nieuwe. Want ik wil toch eens weten hoe dat moet. Ik heb nog nooit een dropper gemaakt, dus ik moet het toch eens leren. Iron moet ik hebben. Here we go. Dus het halve stekje moet genoeg zijn. Hout heb ik nog. Moet ik even een kist maken. Eén kist in het midden. En dan zo. Of zo. Aha! Moet je nog een extra hopper hebben? Altijd welkom. Alright, ik heb er eentje gemaakt. Ik weet nu hoe het moet. Yay. I'm a genius. I am. Oh, je moet ook nog dat blauw. Wil je dat echte blauw bij elk raam toevoegen? Weet ik nog niet, twijfel ik over. Ja, want kijk, de buitenkant ziet misschien mooi uit, maar binnenkant moet ook kijken. En gaat het een beetje? Je krijgt pijn. Ik ben geconcentreerd bezig. Oh, je laat niet op je eten. Ik hou eten voor je. Ik heb eten. Dan eet! Jezus. Ja, ik reageer er pas op als ik pijn heb. Ik let er altijd op. Ik let altijd op de voetbal. Want ik heb vaak ervaringen gehad in servers of gewoon spelen. Voetbal gaat leeg en dan krijg je gelijk een zombie aanval en dan ben je dood. Zo ben ik wel eens diamonds kwijtgeraakt, dat is niet leuk. Zit je gewoon niet boven een gat te maken? Of zo? Waar naartoe? Waar moet het uitkomen? Buitenkant van de muur, toch of niet? Wat? De hopper. Waarom moet het buiten uitkomen? Weet ik veel, dat we gewoon het steen gelijk erin kunnen gooien? Misschien. Nou, ik heb hier beneden gewoon een kist gezet. Want we krijgen te veel steen om het er allemaal in te kunnen gooien. Dus je gaat gewoon met een hele rij hoppers gewoon hier helemaal rondom, buiten. En dan dat we gewoon in één kist... Nu gaat het eigenlijk de kist in al. Even kijken. Waar kan je niet in de kist kijken? Ik kan niet in de kist kijken. Omdat je die kist nog niet hoeft te kijken. Oh, oké. Okay. En dan gaat het dan hier beneden. We kunnen eigenlijk een heel systeem zo maken. Hè? Dat we gewoon allemaal zo transformeert. Dat we alles maar in één kist hoeven te stoppen. Ja. Daar begin ik niet aan. Maar goed, dus kunnen we hierboven dadelijk de steen instoppen? Ja, of hoe wil je doen? Gewoon de verdieping hoger en dan ga ik dat ook verdeerd doen. En dan komen er heel veel kisten voor. En... Waar heb je die uitgang dan? Waar moeten we het in gooien? Oh, hier zijn twee kisten. Twee kleine kisten, zie ik. En daar stoppen we dan de cobblestone in en dan wordt het meteen leeggehaald. Oké, okay, en de andere kant is modder dan? De tweede? De andere kant wordt modder, ja. Ah, oké, okay, dat is wel slim. Dat is heel slim. Dan... Wacht, ik doe nog een hopper hierboven. Twee plaatsen of één? Nee, je hoeft geen hoppers nog. Nee? Oh, je hebt de zijkant er al in zitten. Hoe lang duurt de transformatie ervan? Die kist kan ik niet kijken, want ik heb al... Doe er maar kobbelstaan. Heb ik gedaan? Ik heb al een stekje ingedaan. Het is al helemaal weg hierboven. Ja, weet ik. Dat was in één keer verdwenen, maar... Het wordt heel snel... Hier staat hij stil, één kabel. Bij eentje en dan ja, de volgende. Ja, dat daar is hij nu mee bezig, de nummers. En dan gaat hij nu naar die, naar beneden. En dan moet het hier terechtkomen als het goed is. Klopt dat? Is nog leeg. Hier is hij bezig. Hier is hij bezig. En dan stopt hij. Dan gaat hij niet verder. Hij stopt hier. Dat klopt toch niet? Ik heb al een idee. Kan het door de kist komen dat hij niet open kan? Inderdaad. Oké, daar heb ik een hele makkelijke oplossing voor. Dat is? Wacht, ik haal hier wel even wat kisten weg. Heb ik een bijl? Ik heb geen bijl. Nee, je hoeft niet niks weg te halen. Nee? Nee. En dan nog een... Zouden we gewoon een heel kistsysteem plaatsen hier zo? Dat het gewoon steeds wordt doorgegeven en gesplitst? Ja, uiteindelijk wel. Oké, dan... Eerst moet ik dit even... Ik heb rode hout nodig. Heb jij rode hout voor mij? Is dat genoeg? Ik heb er maar 3 nodig, maar oké. Sorry, ik moest even overgeven.
Eens kijken, hoe ziet dat eruit met dat blauwe? De binnenend vind ik er niet echt erbij passen. Misschien de blauwe wel, maar binnenend. Ja, maar niet. We kunnen dat nog aanpassen binnen, maar dan moeten we even kijken. Daar ben ik nu niet paraat voor. Weg. Weg. Oh, dus hebben we hier een gat zitten? Ja. Heel makkelijk opgelost. Kan je het dan nog wel openmaken? Ja, tuurlijk. Half slaps. Oh, dat wel. Oké. Okay. Ja, nu gaat de steen wel door. Oké, okay, dus hebben we iets nieuws gedaan. Als de kist niet open kan, gaat niks door. Precies. Nee, niet hier. Nee. Ik ga ook even kisten maken. Oké. Okay. Heb je nog ingots? Yep. Ik ga nog wat meer hoppers. Hoeveel hoppers heb je? Dave. Hoeveel hoppers ik heb? Ja. Te weinig. Ik ga even... Ik heb er nu 6. Top. Ik wil er altijd nog meer maken. Nou, die is juist fout. Maar ik kan er van de 4 plaatsen. Ik ga fout. Nee, even niks plaatsen. Ik ben juist alles weer aan het veranderen. Oké. Okay. Kan jij uitzoeken hoe je trap chests maakt? Trap chest? Ja. Hoe moet je zoiets maken? Kijk of je het via je tablet kan vinden. Ondertussen dat, of kan je niet wat anders doen als je timer aan het lopen is? Nee. Oh. Dat is even winnen. Dan sluit ik het af en dan zit ik gewoon hier dood stil te staan. Ik vind het niet zo leuk. Laten we daar even wat meer kisten maken. We doen een andere keer wel die trappers, maar waarvoor moet je trappers hebben? Omdat ik dan meer kisten kan plaatsen. Meer kisten op elkaar ofzo? Meer kisten dicht bij elkaar. Hmm. Dus doen we deze hele wand gewoon met kisten hier zo en dan gewoon dat alle kappers dan worden verdeeld? De hele wand. Ik weet niet hoe het gaat worden. Moeten kijken hoe het geworden. Oké. Okay. Ik ga eens even kijken of dit werkt. Oh, trappen werken ook. Dat is wel leuk. Ja, daardoor is het andere achterkant. Alleen deze klopt niet, die hopper hier. Die hier. Nee, die klopt nog niet, nee. Zou ik die even goed zetten? Houd die even weg. Die hoeft niet weg. Oh, je gaat die... Oké. Okay. Kan er nog een kist hiervoor zo? Nee, kan niet, hè? Nee. Kan niet kisten, kisten. We gaan zo meer kisten plaatsen. Ik ga even... Oh, cobblestone, dankjewel. De vloer is wel goed, maar het is wel een leuk idee zo, die systeem. Zo. Ja, zo. Nee. Heb je nog wat hoppers? Nog 6, waar we het hebben. Hier zo, deze kant? Zo? Hier de kant. Oké. Okay. Je moet pas plaatsen als de kist er staat. Tegen de kist aan drukken. Alright. There we go. Dan wordt dat zo gesplitst. Oké. Okay. En dan moet deze... Ja, dat is dit wel goed zo, hè? Er kan geen kist onder. Nee, dat gaat niet. Let maar op. Kijk, dan moeten we echt een hopper hieronder de kistenkisten gaan plaatsen. Om de kisten onder te pakken. Kijk, nee, dan moet het wachten. Moet het... Heel simpel. Wacht, hier een kist komen. Zo. Ik noem juist verkeerd om. Oké. Okay. En dan... Zo. Ja, precies. Kijk, en dan doe ik het ook weer aan deze kant. Heb je nog kisten? Tuurlijk heb ik nog kisten. Oké, okay, dan plaats eens even één. Dan kan ik even gelijk de volgende hopper... Zo plaatsen en dan wordt alles zo verdeeld. En wil je hier ook nog achter tegen die kist aan een hopper plaatsen? Yep. There we go. Dan wordt het beter verdeeld. Wordt het beter doorgeduwd. Die gaat daar naartoe. Maar deze kist, vind ik van jou. Ik zou niet deze wat meer naar voren kunnen plaatsen? Die wordt verstopt. Oh, die wordt verstopt. Oh, wacht. Dus cobblestone. Hier. Wacht, dat doet deze weghalen. Ik dacht misschien ook wel hier weer een kist plaatsen, daar. Nee, daar hoeft geen kist nu, nee. Het zou wel leuk zijn dat je gewoon een mooie rij van 5 hebt, snap je? Ja, maar dat komt niet uit met de hoppers. Nee, jammer. Het zou wel kunnen, denk ik. Nee. Maar dan moeten er gewoon 2 hoppers daar. Daar moet 2 hoppers dan. Komt niet uit met de kisten zelf ook. De kisten kunnen niet naast elkaar staan, namelijk. Ah, jammer. Nou, we hebben al wat kisten. Dat wist je toch? Dat kisten die naast elkaar kunnen staan. Ja, dat weet ik. Ik vind het jammer, maar kijk, hier hebben we juist zo mooi opgesteld en dat het daar juist geen kan. Dat is jammer. Oh, dat vind ik erg stort niet zo. We moeten hier sowieso nog een systeem straks gepordeerd maken. Ja, moeten we hier nog omlaag gaan doen. Zullen we dat nu even doen? Nu dat we bezig zijn. Nee, we hebben het. Ik wil zo even wat anders doen.
Wacht, we even dit gat hier wel even vullen. Dit moet even... Zal ik eens even testen? Hij werkt nog niet helemaal. Nee, ik ga gewoon... Er zit nog ergens. Ik ga alvast cobblestone naar beneden brengen. Want we hebben... Wow, we hebben veel modder. Ja, ook veel cobblestone. Nou... Heb ik een aparte kist daarvoor? Oh. Nee, hè. Want deze kisten zitten vol met modder. Of bij mij zo, waar, nee. Waar soms al ze komst dan heen? Ik weet al waar het is. De muren van de kelder. Daar zal zoveel kolen staan. Veel meer. Ik dacht ook dat we meer hadden, maar als je dit zo bekijkt... We hadden echt meer. Er is echt verdwenen. I don't know. It's magic. Of iemand heeft van ons gestolen. Om een diefje gaan hebben. Maar het werkt nog niet. Het wil niet doorgeven? Of misschien duurt het te lang? Ergens zit het vast. Die is leeg. Leeg, 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 leeg. Ah, hier zit 16. Ja, ik had 16 zo wat erin gegooid. Wordt de 16 doorgegeven? Nee, die kist zit helemaal beneden. Die wordt niet meer doorgegeven, joh. Welke? Oh, die, dat is een uiteinde, een van de uiteindes. Dus het werkt? Zet hier even tegen die kist nog een dropper. Ja. Oh, wacht, shift. En dan wordt het doorgegeven naar de onderste kist. Perfect. Ja, nee, maar het werkt nog niet helemaal, want ergens is... nog blijven hangen. Ik ga boven even neerzetten. Even kijken. Er is één manier om te testen, dat we deze gewoon modder maken. Die. Want we hebben heel veel modder, kunnen we gelijk testen. Ik ga modder erin stoppen. Nee, het is voor ik heb al cobblestone erin gedaan. Oh, maar hier heb je nog een paar setjes cobblestone. En daar nog een setje. Right, ga ik die even erin stoppen. Dan moeten we gewoon een bordje erbij zetten. Cobblestone. En dan stop ik gewoon dat allemaal erin. Ik heb al cobblestone ingestopt. Dus het is niet allemaal bezig met overplaatsen. En dan moet deze systeem gaan lukken. Zo goed is. Oep, beetje lag spike. Dat is een beetje Minecraft zelf. Het is toch wel geen dat trappen werken, hè? Moet trappen niet beter op de kop? Ziet niet meer leuker uit, denk ik. Kom jij eens niet aan die ene. Maar deze kist begint nu te vullen. Maar wat ook okay, deze. Top. Maar we moeten gewoon echt kunnen pas echt testen als de alle onderste kisten vol zijn. Dan kunnen we pas echt testen. Maar die kisten doen we elke keer afschien, offline, zeg. Wat? Afschien, mijnen, ja, vullen. Hij werkt al, hoor. Ja, maar als, mijn vraag is, als één kist vol is, wordt dan gelijk de volgende overgenomen en wordt die gevuld? Hebben we pijlen? Het wordt gevuld totdat de hoppers ook vol zijn. Iron, dus gold. Elke hopper geeft 1, 2, 3, 4, 5 extra plekjes. Hebben we tools? Zitten daar de pijlen? We hebben geen pijlen, maar ik dacht dat we pijlen hadden. Nee, we hebben geen pijlen. Oké, okay, dan maar met de vuisten. Want ik weet dat met MMO je de vuisten goed kan trainen. Oeh, hey, Dave, we hebben een speciaal bezoek. Hij is chic aangekleed. Met een schep als cadeau. Als we het krijgen van hem. Come on. Give us that shovel. En ik geef je dat chainmail, give me chainmail. Oh, niks. Helemaal niks van hem gekregen. Oh, hey, je traint een skilled unarmed. Ja, wist je dat toch? Oh ja, ik was de naam ervan vergeten. Creeper! Creeper! Oh god. Ik heb een zwaard. Wachten. Go! Wachten. Oké, maak hem maar af. There we go. Gunpowder. Jukneus. Zombies. Maar yo. Ja? Hoe was jouw kerst? Oh, mijn kerst was heel leuk. We hebben lekker... Dat is alles? Oh, laat maar. Nee, ik wou juist vertellen. Oeh, experience, dat wil ik niet laten liggen. Dan ga ik even wat eten. Ik ga geen hersens eten, dat niet. Wat ik heb gedaan met de familie is lekker gourmet. Maar gourmetten was een beetje apart deze keer. Gourmetten bedoel je? Gourmetten, want we... Oh ja, noem het zo. Gourmetten. Mij maakt niet zoveel uit. Maar we hadden zo'n hele grote warme plaat. En dan kon je dan 6 pannetjes opzetten. Zo'n kleine wokpannetjes. Van 10 of 15 centimeter groot. En dan kon je dan gewoon alles in. En gelukkig hè, worden die pannetjes zo lekker warm. Het eten was zo klaar. En wat ik altijd het lekkerste vind om te doen. Is champignons, paprika en dan een kaas daaroverheen. En dan gewoon de kaas eroverheen laten smelten. Zo lekker vind ik dat. Jij niet? Nee, geef mij maar gewoon vlees en ouderwetse. Ouderwets, ja, vlees ook. Gewoon allemaal verschillende vlezen en zo. Maar ik ben gek op vlees.
Het geinige is, mijn vader is vegetariër en ik eet vlees. Ja, heerlijk. Geef mij maar een medium biefstuk. De champignonsaus. Ah, daar ben ik alles voor willen doen. Ik wil nu gewoon heel veel koolstof verzamelen op een of andere. Ja, ik ook. Maar dat is een beetje saai. Doen we wel daarna. Doen we maar 8 minuutjes. Dus wat zullen we nou even doen als afsluiting? 8 minuutjes. Wat zullen we doen als afsluiting? Iets bijzonders? Everybody dead. Nee, dat we niet dansen. Niet Minecraft dance, want dat is al te vaak gedaan. Zullen we een beetje met de paard gaan verkennen? Als afsluiting. Gewoon een beetje met de paard gaan verkennen. Zeg je daarvan? Goed. Enderman. Critical, fuck! Oh, hij teleporteerde weg! Kom hier! Kom hier, jij! Oh, fuck! Waar is mijn zwaard? Mijn zwaard is stuk! Fuck! Hij is dood. Oeh, yes, we hebben één! Stop snel in de kist, in de kist! Nee. Want we moeten die gaan sparen, hè? Dat weet ik. Voor een enderkist en zo allemaal. Dus, Enderchest. Heb je eten? Hoe is je voetbal? Oh. Oké. Just making sure. Dan gaan we met onze koning allemaal, wat misschien niet zo'n slim idee is, adventuren. Hier heb je jouw paard, waar is mijn paard? Daar is mijn paard. Oké. Okay. Let's go. Oké. Okay. Welke kant zullen we opgaan? Het is ook veiliger met de paard te rijden als het nacht is, hè, ook nog. Alleen kan de paard niet zwemmen. Dat is een probleem. Heb je touw? Nee, we hebben nog geen liedje gemaakt. Oké, we moeten opschieten, Dave. De zombies komen er op ons af. Nee! Oké, jump! Shit, haal ik niet. Oké, mijn paard! Oké, let's go, 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 go. Go, ik heb geen wapens. Paard is een half hartje. Hoe doe je paard HP daarbij eigenlijk? Met brood geven, dacht ik, hè? Eentje zei wel eens in de reacties met brood. Ik weet in ieder geval dat ze daarmee groeien. Mm-hmm. Of met wiet. Ah, jouw paard is sneller dan mijne. Maar ik denk dat mijne hoger kan springen. Testje doen. En los! Nou, even hoog zowat. Oh wel. Wow. Ga eens even deze kant op. Kijk wat daar. Oh, nee. Ik ga even om de heuvel in. Dat is een skelet. Ik heb geen zin om tegen skeletten te vechten. Die kant zijn we hele bio hebben al afgezocht de laatste keer. Niet de laatste keer. Ja, een tijd geleden. Ja. Skelet, niet op een schieten, niet op een schieten. Wat ik wel merk, als de paard wordt geraakt, dan staat hij even doodstil. Hè? Als hij damage krijgt. Jump! Kills. No problem. Oh wacht, hier is de tempel. Jij hadden we al gevonden, hè, die tempel. Weet ik. Wil je eens even kijken? Let jij even op een paard? Ja hoor. I'm ja, holding deze watch. Hadden we al. Hebben die al? Oké. Okay. Dat zijn flinke heuvels. Hier hebben we een perfecte locatie. Alright. Nu we door de desert heen. Kijken hoe snel dat gaat. Maar wat, hoe is jouw kerst eigenlijk, Dave? Dat heb ik nog niet gezegd, wat jij hebt gedaan. Nou, kerstavond ging ik met bij mijn vader. En gingen we naar mijn twee zussen toe. En daar heb ik nog twee nichtjes en twee neefjes. Dus het was hartstikke druk en gezellig. We waren daar al 11:00 AM. Goh. Paul moest eventjes ook tegelijkertijd oppassen. Dus heb je nog een leuk spelletje met je familie gedaan? Die dag? Nee, ik ben heel veel bezig geweest met de kinderen. Daarna gingen we kometten en daarna gingen de kinderen naar bed. En daarna hebben we nog heel eventjes tv gekeken. En daarna moest ik weer naar huis, omdat ik vroeg voor de volgende dag weer thuis moest zijn. Omdat we dan weer ging naar een andere... En je hebt weer je paard in het water. Ja, maar ik moest naar de overkant. Alright. Oh nee, dat was een complete foute sprong. En dus de tweede dag gingen we om 2:00 naar mijn familie. Naar mijn moeder, naar de familie toe. Nou, dat was dus gezellig. Oeh, vliegend de zand. Natuurlijk is er gedronken. Jij hebt ook nog gedronken, hè? Heb ik gehoord. Je hebt bij de WhatsApp tenminste. Oh ja. Had je aardig wat dingen gezegd? Oh ja, we zaten allemaal aan elkaar te vertellen wat we hadden gedaan en gegeven. Eentje had zelfs toen een van onze teams had toen een heel varken of zo, hè? Ja, maar die is naar het restaurant gegaan. Ja, met een heel groot groep van zijn werk, dacht ik, hè? Dus dat was gezellig. Om 8:00 of zo gingen we eten. Wacht, zeker niet, hebben we nog niet, hè? Of wel? Weet ik niet. Neem maar mee. Ja. Goed, we zijn ook aan...
Hoe ver ben je? Mag ik mijn verhaal afmaken? Ja, maak je verhaal maar af. Oké. Okay. Om 8 uur gingen we eten. Er was al sowieso de hele dag was er een vark. Ik weet niet of het een vark of koeienpoot was. Maar het was in ieder geval een soort van ham of vlees. Ja, dat stond op een standaard. Die foto heb jij gezien. Ja, die foto heb ik gezien. Ja, die staat ook vaak bij de slager. Zo. Is heel chic. Ja, ja. Het is er eentje die een jaar heeft gerijpt. Een dus jaar heeft gerijpt. Kan vlees dat? Ja. Ik weet zoutkast. Zout houdt goed, dit kan me goed gebruiken. Wat? Insects. Oké. Weet je waarom? Nou? Zwart glas. Of zwart. Of grijs. Oké. Okay. Dus we hebben insects nodig. Dat was nog voor gerecht. Daarna, tijdens het echte eten, daar kwam een kalkoen. Kalkoen? Ik heb eigenlijk nog nooit kalkoen gehad, weet je dat? Kwam varkens, buik of lams en nog lamsvlees. Dus 3 grote stukken vlees. Heerlijk. Ah. Ja. Ik krijg weer trek. En voordat we dat hadden gegeten, kwam nog voorgerecht met allemaal plakjes vlees. En nog garnalen en topbroodjes. Dat vlees was echt Dave. En het hoofdgerecht was alleen vlees. Gewoon alleen vlees hoofdgerecht. Oh mijn god. Ik heb gewoon alleen maar gourmet en alles zo. Telefine ook gewoon zijn vlees is wel allemaal. We hebben nog heel veel vlees over van het gourmet en nog. Want we waren gewoon bomvol. Maar goed, ik vind het wel goed zo voor vandaag. Eigenlijk. Ja, ik ook. Het geinige is, laatst ben ik eens een keer tot mijn opa. Was toen jarig. En dan zijn we met de hele familie gaan bij een restaurant, bij de wok gaan eten. Ik heb gewoon, weet je, waar je zo zelf alles bij elkaar kan doen en zo. En dat is dan even doen voor je wokken, ken je dat? Dave. Ja? Daar heb ik gewoon 3 volle borden van gehad en 2 toetjes. Binnen 2 uur. Ik weet niet hoe we... En de familie vraagt mij nog steeds af, hoe kan jij zoveel eten? Geleerd van je vader, die heeft je volgen. Juist, mijn vader doet ook een beetje lag. Dat is wel eens in de server van Minecraft. Dat gewoon eventjes lag, bevriest. Dan komt eigenlijk misschien door 1.7 dat er gewoon iets van de wereld generating moet. En dan moet dan heel eventjes een pauze nemen. Ja. Maar mijn vader doet altijd, weet dat, de bord zo vol dat je gewoon echt niet opkrijgt, zeg maar. Wat mijn vader op een bord gooit is normaal voor 2 personen. En dan ben ik gewoon gewend te eten, want je moet eten voor de potschaft, snap je? Het bord moet leeg zijn, anders krijg je geen toetje. Dus ik heb gewoon geleerd veel eten. Daar heb ik eigenlijk mee over. Je moet nooit te veel opscheppen voor iemand. Nee, maar kijk, het is een beetje gewoon... Mijn vader was ook zo opgegroeid, dus kan wel snappen dat het een beetje in de familie is. Daarom kan ik ook zoveel eten dan een normaal persoon. En ik denk dat mijn eten ook vrij snel verteerd is, want... Ik geef het 2 uurtjes of 3 uurtjes en ik kan nog een keer zoveel eten. Ben je niet bepaald of dat goed is? Dat ik weet het ook niet, maar... Nou, niet weer zoveel als net, maar ik kan maar eten. Oeh, nog meer insects. En daarmee gaan we afsluiten. Dus Steve, kom je even terug? Ik ben ondertussen terug naar huis aan het lopen. Oh, weet je de weg? Nee. ik loop maar wat. Oké, mensen, maar dit was dus weer Kasteelproject. We zijn al aardig ver gekomen. We hebben een leuk hoppersysteem verzonnen. En hopelijk gaat het nog lukken. We gaan natuurlijk nu flink wat cobblestone en zo verzamelen tussendoor. We gaan nu gewoon even... Paard, zink niet zo. Teruglopen. Je bent geen baksteen. Terwijl ik hier Dave ga kijken, de heuvel opklimmen. Hopelijk vond je het leuk en hopelijk gaan jullie ons kanaal steunen om een like te geven. Daar help je ons heel erg mee. En ook nog de video te delen met anderen. Om te laten zien hoe verschrikkelijk of geweldig we zijn. Dat keuze daar aan jullie over. Let us see to your friends. En dat is de alarm. Had je daar een foto van gehoord van de timer wat we hebben? Nou, ik hoorde het niet zo erg. Oh shit. Sorry paard, dat was niet mijn bedoeling. Maar goed. Heb jij nou gewoon je paard geslagen? Nee. Ik liet hem iets te hoog vallen. Maar goed, we gaan afsluiten. Hopelijk vond je het leuk. En dan zie ik je weer bij de volgende kasteelproject. Tot dan. Tot de next time. En zoals Dave altijd zegt. Zeg jij maar. Bye bye, swai swai. Doei. Adios, amigos.